Op dinsdag 28 juni hield de overblijfgroep van Dalton School het Lover in Asten voor alle kinderen van de school een gratis picknick op het evenemententerrein aan de Lienderweg. Vorig jaar had het idee geopperd om met alle kinderen van de school een picknick te organiseren. En het waren we helaas te laat om het organisatorisch allemaal rond te krijgen. En toch zo aan het einde van het schooljaar willen we toch alle kinderen even bij elkaar hebben. En heel veel kinderen van deze groep blijven ook altijd over. En dus hebben we eigenlijk met de overblijfgroep gezegd van, nou, laten we die kinderen eens verwennen en in het zonnetje zetten. Dus ja, die heeft ook lekker meegewerkt. En vandaar dat we deze picknick hebben georganiseerd. Dus eigenlijk voor de overblijfkinderen een keer een extraatje. Absoluut, ja. Dat is de insteek. Nou, en wat je zegt, de zon heeft al goed meegeholpen. Maar hoe zijn ook de reacties van andere kinderen? Nou, ik moet zeggen, wij horen in Asten al heel veel berichten terug. Ja. Dat er inderdaad een picknick zou zijn. En mensen, hoe hebben jullie dat georganiseerd? En is er een draaiboek? En ja, dus ik denk dat er meerdere scholen misschien wel het idee over gaan nemen. Maar je ziet het, de kinderen stralend, lachen, plezier. Ja, dat is toch wat we willen, hè? Want we doen het toch echt voor de kinderen. Ja. En heb je nou kinderen die normaal niet overblijven, dat je zegt van nou, die krijgen op deze manier ook een beetje een idee hoe dat het gaat? Ja, absoluut. Want het is op een dinsdag om een idee te geven, blijven toch wel ongeveer 100 kinderen over bij ons op school. En nu hebben we dan toch 200 kinderen hier. En misschien vinden ze het ook wel gezellig en leuk en blijven ze dadelijk misschien ook nog eens een keertje over. En ja, wij vinden dat natuurlijk heel erg leuk met alle ouders. Ja. Dus ik vraag aan de kinderen, wat vinden ze ervan? Leuk! Een beter antwoord kun je niet krijgen, hè? Absoluut. Ik snap dat dit gewoon heel erg leuk is voor overblijfouders, maar hoe regelen jullie dat organisatorisch? Zijn dat allemaal vrijwilligers die dat doen of hoe werkt dat? Nou, we werken met allemaal vrijwilligers. Wij zijn nog een overblijfgroep die het helemaal in eigen beheer heeft. En als ik even grofweg mag zeggen, hebben wij een team met 26 actieve ouders. Dus die minimaal één keer per week overblijven. Moet ook wel met zo'n grote opkomst van kinderen. Ja. Anders lukt het ook niet. Maar ik wil ook absoluut enkele ondernemers uit Asten bedanken via deze weg. En dat zijn de Plus, de Albert Heijn en de Pezos. Want dankzij hun medewerking was dit ook niet... Had dit ook niet kunnen slagen. Ja. Dus al die drie bedrijven, hartelijk dank namens onze hele overblijfgroep. Wat ben je hier nou aan het doen? Midden in het park eten. Leuke picknick doen. Een picknick. En waarom doen jullie die picknick? Gewoon gezellig te eten met elkaar. Gezellig te eten met elkaar. En jullie doen dat met allemaal klasgenootjes? Ja. Maar waarom alleen vandaag? Of doe je dat altijd? Nee, gewoon lekker op een zonnige dag. Ze zegt omdat het een warme dag is en morgen dan als weer een warme dag is. En denk ik van nee, want ja... Misschien midden in de zomer, daarom. Is het een speciaal... Nee, van alleen maar van de overblijfgroep. Ze wou vast ook wel iets lolligs meedoen. Een keer in een dag. Gewoon gezellig samen picknicken. Wat heb je dan allemaal gegeten? Alleen maar een broodje met... Komkommer? Nou, we zijn net naar buiten gekomen, dus... Net pas aan het eten. Ja. Nou.